Ik ben Pascal, werk bij Operations in het team dat de andere afdelingen mee ondersteunt. Ik ben Lisbeth, ik werk al 20 jaar bij Operations in het team dat inkomende betalingen verwerkt. Wij hebben hier een aantal kaarten op tafel liggen en het is de bedoeling dat we om de beurt een kaart nemen, de vraag stellen en antwoorden. Klopt toch, hè? Oké, Lisbeth, begin jij maar. Oké, spannend. Wat zijn voor jou de belangrijkste momenten in je job? Goh, voor mij de belangrijke momenten in mijn job zijn vooral de momenten dat we samen met ons team een resultaat behalen en de eindklant tevreden is. Bijvoorbeeld, er komt via het algemeen nummer een vraag binnen en we kunnen samen met ons team bekijken hoe we die persoon het beste verder helpen. Je merkt dan ook vaak dat de collega's echt behulpzaam zijn. En natuurlijk ook de leuke personeelsevents die dat hier georganiseerd worden. Dan ben ik graag van de partij. Oké. Wat is de meerwaarde van jouw job voor de klant? Elke factuur, elke betaling is heel belangrijk voor onze klant. Zij geven die uit handen, dus is het ook belangrijk dat wij die behandelen zoals onze klant die zou behandelen. En zelfs beter. Dus jullie zijn experten in het verwerken van betalingen? Oh ja, inderdaad. Wij zijn daar dagelijks mee bezig. Het is ook belangrijk dat de commerciële afspraken die onze klant met zijn klant heeft afgesproken, dat we die opvolgen en uitvoeren. Als je jouw job in 3 woorden zou moeten omschrijven, welke woorden kies je dan? Klant, betrokkenheid en teamwerk. Oké. Wat zou je zeggen tegen iemand die overweegt om bij ons team te komen werken? Ik ben mama van 4 dochters en een van de grootste troeven van het bedrijf is de balans die ik kan vinden tussen mijn job en mijn gezin. We hebben natuurlijk ook een heel tof team, voldoende jobvariatie. En ik vind het ook heel spannend om elke dag met mijn collega's alle betalingen tijdig te verwerken, zodat er financiering vrijkomt voor onze klant. Zo dragen wij ook ons steentje bij aan de klanttevredenheid. Ja, we hebben alle kaartjes gehad. Dan zal het gedaan zijn. Allee, dan zullen we eens terug in vliegen.